Hey, hey, ik ben in Amsterdam. De vlogs van Tony Mara, die komen eraan. En die komen voort uit deze USB-stick. En ik wil hem wel terug dan, want ik had hem net gekocht. Maar goed, ik ga hem nu bij haar door de bus gooien. En dan ga ik jullie verder vertellen wat ik in Amsterdam aan het doen ben. Oké, Tony Mara. Hij is gedropt. Oké, de volgende stop wordt Burberry. PR-bureau. Ik ga vandaag langs in ieder geval dat PR-bureau. Misschien nog een andere, maar dan moet ik even kijken hoe laat het wordt. Het is ook echt de eerste dag dat ik naar zoiets toe ga. Ik heb niet eens een idee van wat ik moet verwachten. Ik ben nog nooit in een PR-bureau geweest. Dus ik heb echt geen idee. Ik zie het wel. Ik heb er wel zin in. Ik ga nu even het adres invoeren en dan gaan we erheen. Heel even snel ben ik gestopt in het eerste huis waar ik heb gewoond op mezelf. Dat was namelijk een pakhuis op de Prinseneiland. Nou echt, deze paal hier, daar stond mijn scooter altijd aan vast. En dan ging ik met de scooter naar Dambrak waar ik werkte. En het is helemaal gerenoveerd, want dit was het huis. De allerbovenste. Ja, daar krijg je nog eens bilspieren van elke dag die trap op. Ik ben opgegroeid in de Hartenstraat en dit was dus het eerste huis waar ik echt op mezelf ging wonen. Met mijn vriend destijds. Een kunstenaarswoning, dat had mijn moeder geregeld. En mijn oom die heeft daar vroeger ook gewoond. Ik mis het soms zo erg dat ik wel eens droom dat ik er weer heen kan. Echt heel raar. Met de Hartenstraat heb ik dat ook. Maar ja, dat komt gewoon omdat het gewoon zulke speciale mooie plekken zijn om te wonen. Het uitzicht van daarboven is echt mega. Joehoe, we zijn er alweer bijna. Nu op zoek naar het PR-bureau Burberry. Hallo. En hebben jullie ook een soort aanradertje? Beetje zo gezond mogelijk. Super gezellig bij Burberry. En nu op naar de volgende. En dat is met Kelly. Die heeft mij uitgenodigd om mee te gaan. Kelly van Good Food Love. Ik zal echt wegkomen uit deze truck. Ik weet niet of me dat gaat lukken. Zo, op tijd. Amsterdam. Nodig, hè? Ja. Zet hem zo op. Oh, Burberry. Een Burberry muts. Abonneer jezelf ook eventjes, zodat je op de hoogte blijft van al mijn nieuwe video's en vlogs. Thanks.